Ik heb niet zo'n goed nieuws voor jou. Eigenlijk heeft iedereen een vervelend trekje. Ik en jij ook. En wat is dat? Het is iets dat je niet onder controle hebt. Iets dat automatisch in gang wordt gezet. En wat is dat? Iedereen heeft graag gelijk. Jij, ik ook, uw medewerker ook. En heb je nu gedacht van, dat kan niet altijd kloppen? Wel, dan is het dat trekje nu net in werking gezet. En dan nog een slecht nieuws, of minder goed nieuws, dat is, daar hoort ook nog een ander vervelend trekje bij. Als je in je ongelijk wordt gezet, dan wordt er weer iets in gang gezet. En wat is dat? Stel nu, uw medewerker komt te laat en je zegt tegen hem, zus, je bent te laat. Wat gaat die medewerker doen, denk je? Wat kun je voorspellen? Wel, die gaat zeggen, ja maar, het was file. Of ja maar, er was een accident. Of, ik heb gisteren 2 uur overgewerkt. Hoe noemen we dat? Verdedigen, verdedigen, verdedigen. Dat is een pingpongmatch die nooit een winnaar heeft. Dat is tijdverlies. Wil je weer weten hoe je dat beter aanpakt? Wel, druk hieronder de knop en wij doen de rest.